Is Eindhoven wel bruisend genoeg en luistert de gemeente wel voldoende naar zijn inwoners? Daarover gaan de lijsttrekkers van de Eindhovense coalitie en oppositiepartijen deze week met elkaar in debat, hier op Studio 040. Het is nog 3 weken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Welkom bij 040 Kiest. Welkom hier in de Oude Rechtbank voor een nieuwe debatronde in aanloop naar de Eindhovense gemeenteraadsverkiezingen. Zometeen gaan de lijsttrekkers van de VVD, PvdA en D66 met elkaar de strijd aan. Op de vraag of Eindhoven wel bruisend genoeg is. Maar nu eerst een korte introductie. Eindhoven doet het goed economisch, dankzij een goed draaiende high-tech sector. Hoogopgeleid talent uit alle windstreken weet de weg te vinden naar de Brainport-regio. En dat is onder meer hier te zien op de high-tech campus, die jaar op jaar groeit. Ook op de hogeschool en de universiteit is er groei te zien. Hier op de TU is het aantal studenten de afgelopen jaren flink toegenomen. De vraag is alleen, hoe kan Eindhoven veel studenten en kenniswerkers blijven aantrekken en behouden voor de regio, ook als het economisch wat minder gaat? Onder meer een levendige binnenstad, een groene leefomgeving en een bruisend nachtleven moeten daarbij helpen. En natuurlijk evenementen als GLOW, Strijpfestival en de Dutch Design Week. Want die zijn belangrijk als uithangbord voor de stad. Maar wat betekent al die aandacht voor de grote evenementen voor de kleine festiviteiten in de stad? Het woord is aan de lijsttrekkers. De stelling luidt, Eindhoven moet veel bruisender worden, anders kiezen studenten en kenniswerkers voor andere steden. Als eerst D66, 30 seconden in de camera. Het grote geluk is dat Eindhoven al zo bruisend en zo aantrekkelijk en zo inspirerend is dat heel veel mensen al hier komen, zeker studenten en creatieven. Maar waar het om gaat is dat het wel prettig is dat je de ruimte krijgt om ook daadwerkelijk zelf je ding toe te voegen. Eindhoven is een doelstad, dat zoeken mensen hier ook, dat ze hun eigen ding kunnen creëren. En in dat opzicht moet je daar vooral ongelooflijk veel ruimte geven, zowel in bestemmingsplannen als in je eigen denken. PvdA. Eindhoven is absoluut een bruisende stad. Daar waar vroeger je naar Amsterdam moest om vrienden op te zoeken, zijn het nu je vrienden uit Amsterdam die naar Eindhoven komen, omdat het hier boeiend is, omdat het hier bruisend is. En dat zien we ook terug bij de expats en de studenten. Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan hebben we een gigantische groei gehad aan een aantal expats en aan een aantal studenten. En wat mij betreft is bruisend niet alleen de levendigheid in de stad, maar ook de mogelijkheden die je in de stad krijgt. De VVD? De VVD vindt dat Eindhoven nog wel wat bruisender kan zijn. Zeker ook voor studenten. Kenniswerkers komen hier omdat ze een goede baan kunnen vinden hier. Omdat ze een leuke technische uitdaging kunnen krijgen. Maar daarnaast is het ook voor hen heel belangrijk dat ze hier fijn kunnen leven. Dat ze hier prettig kunnen recreëren. Dus ja, de VVD vindt de stad kan nog wel wat bruisender. Ja, nog niet bruisend genoeg, in tegenstelling tot, D66 en de PvdA. Waarom moet er nog een tandje bij? Je kan hier een goede, echt een excellente technische studie doen. Daar kiezen veel studenten voor. Maar veel studenten kiezen niet voor Eindhoven, omdat hier een bruisend studentenleven is. Wij zijn heel erg blij dat wij als VVD ook hebben kunnen realiseren dat een van de studentenverenigingen een plek heeft gevonden in de binnenstad. We hopen ook dat die andere twee snel komen. Maar we denken juist dat ook door studenten er wel wat meer bruisendheid in die stad gaat komen. Ik ben het niet helemaal eens met de pessimistische kijk van de VVD dat de stad niet bruisend genoeg is voor de studenten. Want als we kijken naar de afgelopen jaren, heeft de TU toch echt wel een groei doorgemaakt. En als we dan kijken waar dat dan mee te maken heeft, heeft het echt te maken met het feit dat wij een aantal jaar geleden begonnen zijn met Eindhoven Studentenstad, waarbij we bewust hebben ingezet om bijvoorbeeld in introductieweek een feest voor de hele stad te maken. Nou, als u dat niet bruisend genoeg vindt, dan vraag ik me af wat u dan nog extra zou willen doen. Ik vind het wel interessant dat u zegt het is heel bruisend en alles. Maar dan als ik in uw programma kijk, dan zie ik het woord bruisend en gezelligheid ook niet zo terug. Dus ik ga er ook wel vanuit dat u het ook wel op dit moment wel voldoende vindt. Wat ik zeg, het kan altijd leuker en bruisender. Maar als ik constateer, daar waar we 10 jaar geleden eigenlijk een stad hadden waar je in het centrum nauwelijks iets kon doen, en met de dag van vandaag vergelijk, en kijk bijvoorbeeld naar een Dutch Design Week, kijk bijvoorbeeld naar een GLOW, kijk naar de introductieweek. Er zijn geweldige dingen waarmee we die stad echt bruisend maken. D66, is er nog een flinke slag te maken of zijn we bijna waar we zijn moeten?
Het gaat er nogmaals vooral om dat iedereen zijn eigen ding kan doen. Dus belangrijker dat mensen hier naartoe komen, is dat ze vooral niet weggaan. En dat ze dus hier hun plek vinden, dat dit de plek is waar ze allerlei dingen kunnen uitproberen. En het interessante is, het is even creatief om aan de TU bezig te zijn met iets technologisch, als dat het creatief is om aan de Design Academie bezig te zijn. Als ik bijvoorbeeld met de Effenaar praat, de Effenaar wil heel graag grote evenementen hier faciliteren. Ze zien dat dat wel in Amsterdam gaat, maar hier niet. De Effenaar moet ook dicht op 2:00 s'avonds. Dus ja, mensen komen graag pas tegen 12:00, 1:00. Wij hebben toch nog niet dat grootstedelijke van een Amsterdam in dat soort evenementen. Waarbij je kan zeggen echt Eindhoven bruist dag en nacht. En ik vind echt dat we daar nog wel een slag kunnen maken met elkaar. En dat vereist dat wij gewoon niet zo moeilijk gaan doen met de regeltjes. Dus inderdaad, ja, op donderdag gewoon de Effenaar langer open laten zijn. Wel netjes regelen met de omgeving. Maar ook vooral zorgen dat het op andere plekken kan gebeuren. Absoluut. Misschien maar, regelvrije zones gebeuren. Misschien vooral bij tijdelijkheid. Maar we hebben ook rekening te houden met de mensen die hier wonen. En een bepaalde, rust willen. En als u dan heeft over, laten we de Effenaar ongebreideld tot 6-7 uur open gaan. Er zijn woningen die daar om de hoek staan. En die mensen hebben ook recht op een stukje nachtrust. Dus het is niet aan ons om opeens te zeggen, nou, wij vinden eigenlijk zo vanuit onze letterlijke toren dat het gewoon 3 dagen mag of 4 dagen mag of 5 dagen mag. Nee, in principe zijn wij ervoor om in te grijpen op het moment dat er niet sprake is van een evenwichtige situatie. Maar als je dat met elkaar kunt regelen, moet dat vooral mogelijk zijn. Eindhoven zet te veel in op grote evenementen als GLOW en verliest daarbij de kleine initiatieven uit het oog. Als eerste D66, 30 seconden in de camera. Nee, het is zo dat die grote evenementen, die hebben een enorme aantrekkingskracht en met z'n allen zouden we niet wensen dat GLOW er niet zou zijn. En er is ook nog aandacht voor de kleine evenementen. Het interessante is dat waarschijnlijk die kleine evenementen binnen no time hele grote zullen zijn. De VVD vindt grote evenementen belangrijk. Denk aan GLOW. Heel veel mensen die komen kijken. Heel veel Eindhovenaren. Dus ja, we moeten blijven inzetten op grote evenementen. Ook op topsportevenementen. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat ook kleine evenementen belangrijk zijn. Voor de PvdA zijn de grote evenementen ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat het de Eindhovenaren trekt, maar ook mensen van buiten de stad. Maar daarnaast moeten we ook oog houden voor de kleinere evenementen, zoals bijvoorbeeld de buurtevenementen. En als je dan kijkt waar de bewonersorganisaties en de verenigingen in de wijken tegenaan lopen, zijn dat de hoge lezerskosten en soms de gebrekkige communicatie met de gemeente. Ik hoor bij de PvdA dat er toch nog wel een wereld te winnen is als het gaat over het helpen met die kleine initiatieven in de stad. Welke wereld is er nog te winnen? Nou, als je kijkt naar de kleinere evenementen op buurtniveau, dan merk je dat je te maken hebt met vrijwilligers die niet zo snel de weg weten te vinden binnen de gemeente. Nou, die moeten we daarin wel begeleiden, want een organisatie als Eindhoven 365 is heel erg bekend bij een organisatie als GLOW of bij een Dutch Design Week. Maar voor de kleinere organisaties is dat ontzettend moeilijk om daar doorheen te komen. Nou ja, ik ben het niet met u eens dat we te veel aandacht hebben voor de grote. Ik denk dat de grote heel erg belangrijk zijn in deze stad. Ik ben ook heel blij dat wij nu met onze huidige wethouder Joost Helms, VVD-wethouder, een heel mooi evenementenbeleid hebben, waarin we ook duidelijk hebben aangegeven welke evenementen daarin belangrijk zijn. We hebben een city marketing organisatie, Eindhoven 365. We hebben echt gewoon nu ingezet op waar zijn we belangrijk van in deze stad. Maar dat betekent niet dat we, dat de kleinere evenementen in de wijken, dat die ook ontzettend belangrijk zijn. Nog los van het plezier die je inderdaad aan GLOW beleeft, waar we het over eens zijn. Maar mensen in de wijk, die vinden het ook fijn om elkaar te ontmoeten op wijkniveau. Kijk, u weet ook dat wij nog steeds een klein potje met geld voor dit soort initiatieven hebben. En ook wij als VVD hebben gezegd, dat vinden we toch ook belangrijk om dat deze periode nog te houden. Dus het is echt niet zo dat ik zeg dat kleine evenementen belangrijk zijn. Volgens mij hebben we het dan toch vooral over dat wij met z'n allen willen zorgen dat die evenementen kunnen plaatsvinden die horen bij Eindhoven. Ja. En dan is niet belangrijk of ze nou klein zijn of groot, maar dat het is Eindhoven is. En GLOW is Eindhoven en Design is Eindhoven. Maar de Aubade door de muziekkorpsen op Koninginnedag bij alle verzorgingstehuizen is ook Eindhoven. Eens dat de Design Week zo'n evenement is van waarde voor de stad, DNA van de stad. Maar daar gaat natuurlijk geld vanuit de gemeente ook naartoe nu. Maar initiatieven als Fiesta del Sol of Concours Epic
leggen het loodje. Gaan die kleinere evenementen toch de kosten van een Dutch Design Week? Het concours Hippiek was altijd heel erg gezellig, vooral als je van hoeden hield. Maar het is niet zo dat het logisch is om dat nou hier in deze stad te houden. Als je dat was veel logischer om het in het buitengebied onder te brengen. Dus ja, het is leuk. Ja, het is erg leuk. Als je dat er nog extra bij kunt doen, moeten we nou heel veel moeite doen om dat hier te houden? Nou, naar ons oordeel, nee. Ja, kijk, als het gaat om een evenement als Fiesta del Sol, dat was echt een leuk evenement. Maar daarbij komt ook op een gegeven moment ondernemerschap om de hoek kijken. Kijk, als het gaat om de basis, ongeacht groot of klein, vind ik dat we in de dienstverleningsvorm echt dingen moeten faciliteren en dingen mogelijk moeten maken. Ja. Alleen wat ik dan wel merk, is dat als je kijkt naar wie vindt zijn weg makkelijker naar Eindhoven 365 en wie vindt zijn weg makkelijker naar de gemeente, dan zijn dat wel vaak de grotere organisatoren. De partijen die al in de gemeenteraad zitten, krijgen deze campagne veel aandacht. Maar er doen ook veel nieuwe partijen mee. Wat vinden zij dat er in Eindhoven moet gebeuren? Ik ben van de jeugdpartij, ik ben de lijsttrekker. We zijn een nieuwe partij in Eindhoven. We gaan ons dit jaar hard maken specifiek voor mensen, eigenlijk kinderen, jongeren. Jonge volwassenen, maar ook jonge ouders. Soms hebben wij het idee dat er meer mensen bezig zijn met discussies onderling voeren en kijken wie ze gelijk kan halen. In plaats van gewoon problemen op te lossen die er in de stad liggen. Daar willen wij met name mee aan de gang gaan. Heb je het gevoel dat de partijen die nu in de politiek zitten, dat die ook in de gaten hebben wat jullie belangrijk vinden? En dat die ook specifiek opkomen voor de jeugd, voor jonge mensen? Voor de jeugd, ja. Het resultaat van de politiek van de afgelopen 50, 60 jaar is dat er bij de vorige verkiezingen nog geen 50% is komen opdagen. Van die 100.000 thuisblijvers was de meerderheid ook nog eens een keer mensen onder de 40 jaar. Wij denken dat het ook goed zou zijn om allerlei leegstaande panden in Eindhoven eigenlijk om te bouwen in goedkope huurwoningen of werkplekken bijvoorbeeld voor jonge mensen die proberen te starten met ondernemen. Dat er veel meer leven is in de brouwerij. Bijvoorbeeld door een 24 uur hotspot waar altijd iets te doen is. Bijvoorbeeld een supermarktje, een to-go concept, maar ook misschien wel een kleine bios. De jeugdpartij staat voor genieten van de jeugd. Aan de andere kant ook bouwen aan je toekomst. Onze 16 speerpunten hebben we daarop geformuleerd. En die krijgen we allemaal niet in één dag voor elkaar. Maar we hebben uw steun en uw stem op 19 maart heel hard nodig om daar morgen mee te kunnen starten. Stem op 19 maart op de Jeugdpartij, want de jeugd is de toekomst. En die toekomst begint nu. Opa, ouderenpolitiek actief in Eindhoven, doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn een nieuwe partij, wij pakken het heel anders aan. Bij ons zijn de mensen belangrijker dan de partij zelf. Opa is een geuzennaam en het staat voor gebruik je gezond verstand en doe dat op een vriendelijke manier. En dat is wat wij van al onze mensen verwachten. Dag, mag ik jullie wat vragen? Wij vinden gezondheid belangrijker dan materiële zaken. En dat sijpelt door in heel veel van onze standpunten. Wij willen vooral dat de zaak een beetje opgeschud wordt. En dat de politiek veel opener wordt voor de mensen. Als je gaat stemmen, stem op opa. Ja? Dus opa heeft goede ideeën. Goed, dank jullie wel. De financiën, nou rampzalige Eindhoven. Daar moeten ze flink met de stofkam door. Dus wat ons betreft zetten we de boel flink op stelten en pakken we het radicaal anders aan in Eindhoven. Wij gaan echt wel stemmen trekken. En ik heb hier iets voor u waarin wat staat van waarom het belangrijk is dat er dingen veranderen in de politiek. Veiligheid, daar heeft Eindhoven een enorm imageprobleem. Dat moeten ze snel aanpakken. Dus stem bijzonder, stem opa, stem op mensen. Welkom terug en we gaan verder met het thema burger en bestuur. Krijgt de burger genoeg inspraak en luistert de gemeente voldoende naar zijn inwoners? De lijsttrekkers van D66, het Ouderappel en het CDA voeren zometeen het woord. Nu eerst een korte intro. Inspraak en burgerparticipatie. Dat zijn woorden die vaak vallen op het Eindhovense stadhuis. Maar krijgen de inwoners ook echt genoeg inspraak? Hier in Acht vinden ze in ieder geval dat de burger de mond is gesnoerd. De dorpsraad hier adviseerde het stadsbestuur over allerlei plannen in Acht. Maar het Eindhovense college bezuinigde de dorpsraad weg. Ook diverse burgerinitiatieven van inwoners sneuvelden de afgelopen jaren. Onder meer over het behoud van filmhuis Plaza Futura aan de Leenderweg en het gratis busvervoer voor senioren. Dat een deel van die initiatieven strandt heeft natuurlijk ook te maken met geldgebrek. Er werd de afgelopen periode immers fors bezuinigd. Een deel van de besparingen wordt gehaald bij de eigen ambtenaren. In totaal schrapt de gemeente 400 banen. Maar is dat ook genoeg? Want de komende jaren wordt er nog voor tientallen miljoenen euro's bezuinigd. Het woord is aan D66, het Ouderappel en het CDA. Het woord burgerparticipatie wordt vaak genoemd, maar de gemeente luistert nog te weinig naar de inwoners.
D66 als eerst in de camera, 30 seconden. De term is niet van mij, maar interessant is om het overheidsparticipatie te noemen. Eigenlijk kunnen burgers het grootste gedeelte zelf regelen. Je moet het vooral zo dichtbij mogelijk neerleggen. En alleen op het moment dat het echt niet anders kan, dan is de overheid aan zich. Nou, ik denk dat burgerparticipatie op dit moment nog niet zo loopt als moet lopen. Er komt nog heel veel op de gemeente af, waar de gemeente dus ook de burgers mee zou moeten betrekken, maar nog eens niet weten waar ze zelf mee bezig zijn. Ook denk ik dat burgerparticipatie pas goed gaat lukken als ook bestuurders onder elkaar goed met elkaar kunnen omgaan en goed met elkaar kunnen begrijpen wat er aan de hand is. En dan moet je dan ook vertalen naar de burger en dat gebeurt op dit moment niet. Het CDA vindt burgerparticipatie erg belangrijk, want burgers kunnen vaak zelf een grote rol spelen bij een schone en veiligere wijk. Ook in de zorg komt er veel op ons af en daar wordt veel van de mensen verwacht. Daarom willen wij mantelzorg en zelfzorg stimuleren en ondersteunen. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie vinden wij de Dorpsraad 8 en daarom willen wij de Dorpsraad 8 weer terug hebben. Het CDA wil de Dorpsraad 8 terug hebben. Heeft de gemeente daar gefaald als het gaat om burgerparticipatie? Ja, nou, het is inderdaad heel erg jammer. Er stond een hele goede, sterke dorpsraad. Actief betrokken bewoners, die waren gekozen uit hun midden, die veel van 8 wisten. Die goed advies konden geven aan de gemeente over wat er speelde. En dat adviesrecht, dat hebben ze afgeschaft en dat is inderdaad een gemiste kans. Het gaat er niet om dat wij stukken produceren waar zij dan advies op mogen geven. Het gaat erom dat mensen zelf hun leven kunnen leiden en daar allerlei dingen in organiseren. Maar het is toch raar om de hele tijd dingen te bedenken in ons eigen stadhuis en dan te zeggen hier mogen je over adviseren. Dat doet gewoon mensen toch tekort. De Dorpsraad 8 was nou net het voorbeeld in onze stad om het dorpsachtig karakter, waar ik graag in elke wijk zou willen hebben, om het dorpsachtig karakter te bewaren. En die mensen die hebben de handdoek in de ring gegooid, omdat het stadsbestuur niet naar hen luisterde. Nee, ze kregen zelf op een gegeven moment op brieven nog geen antwoord. En toen zijn ze mee gekapt, want die hadden graag voor niks hun arbeidersvlijt willen inzetten voor hun eigen dorp. Maar die zeggen, als wij van het stadsbestuur nog geen medewerking krijgen, dan kappen we mee. En als het dorp beslist dat zij graag in de vorm van een dorpsraad willen deelnemen en actief willen zijn in hun buurt. Waarom zou je dat dan tegenwerken? Waarom zou je dat dan niet juist stimuleren, zulke activiteiten aan de burger? Waar het om gaat, is dat je vooral moet zorgen dat burgers in staat worden gesteld hun eigen samenleving vorm te geven. Het bizarre is dat we dat lange tijd onmogelijk hebben gemaakt. De overheid is echt het sluitstuk. Een dorpsraad is dan net zo'n bureaucratie als de overheid zelf. Ga maar eens naar 8 toe op dit moment. Ja. Er zitten zaaltjes er propvol. En de mensen die vechten voor zijn eigen belang. En die komen op het belang van het dorp op. En ik moet zeggen, ik kom daar 3-4 keer in de maand. En ik zie daar een aantal actieve mensen. En zelfs heel erg jonge mensen. Die zijn eigen inzetten voor hun eigen dorp. Dus dan moet je niet zeggen dat het niet werkt. Het werkt wel, maar je moet wel faciliteren. En dat doet de gemeente niet. Wij hebben alleen maar gewoon het geven van geld voor een dorpsraad afgeschaft. En we hebben ze niet meer die speciale juridische positie gekregen dat ze moesten adviseren over onze plannen. Op geen enkele manier is afgepakt dat je nog zelf de hele tijd de zaak kunt organiseren op je eigen manier. En wat zie je vervolgens? Dan gaan ze die democratie in, dan gaan ze de procedures in zoals we die hebben en ze krijgen nul op het request. Ze krijgen geen antwoord, ze krijgen niks terug, ze krijgen niks meer voor elkaar. Er wordt over een wijk besloten zonder dat ze het ermee eens zijn. En dat zijn dingen die belangrijk zijn voor de burgers. Dan zegt u, ze kunnen onze gebaande paden bewandelen, maar daarmee kunnen ze dus niet over een dorp. Nee, dat is. Ze krijgen er geen antwoord op. Nou, een stad zou eigenlijk nog beter moeten wensen als dat iedere wijk, straat van tong en strijp, dat er een dorpsachtig karakter weer terugkomt. Dat mensen elkaar weer kennen. Mensen weer elkaar aanspreken met Piet en Jantje. Dat gebeurt nou niet. Waarom gebeurt dat niet? Omdat de afstand tussen het bestuur, dat zijn jullie dus, en ook wij natuurlijk, veel te groot is met de burger. Als er nog een bezuinigingsronde komt, is er bij de gemeenteambtenaren nog genoeg geld te halen. Je moet vooral kijken wat noodzakelijk is om te doen. En je moet vooral kijken wat je niet meer zelf moet doen. Dat geldt voor instellingen, dat geldt voor ons in ons eigen privéleven. En het geldt eigenlijk ook voor de overheid zelf. Ik denk dat als wij gaan bezuinigen op het inhuren van derde, wat nou weer tegen de 30 miljoen onderhand gaat aanlopen, dat van het eigen personeel, hetgeen we al geschoond hebben, hebben we geschoond. Maar het eigen personeel toch op bepaalde plekken kunnen ontzien. En dan zouden we het over het getracht van het geld ook kunnen kijken of het personeel niet beter kunnen scholen. Dan hebben we in de toekomst helemaal geen inhuur meer nodig. Er zijn flinke bezuinigingen. Dat merken we allemaal in de stad. En wij vinden dat je als gemeente daarin het voortouw moet nemen. En moet laten zien dat je ook niet bang bent om op je eigen apparaat te bezuinigen. Dat kan inderdaad door inhuur derde, door personeel. En door te kijken naar de projecten die je wel en die je niet gaat doen.
Er mag extra bezuinigd worden op het gemeentelijke apparaat. Dat zal nog een flinke klus worden om dat allemaal voor elkaar te boksen. Want de reorganisatie die nu loopt, die loopt al niet echt vlot. En er komen een hoop extra taken naar de gemeente toe vanuit het Rijk. Gaat dat wel lukken, CDA? Ja, dat gaat zeker lukken. Je moet gewoon kritisch kijken naar wat je wel en wat je niet gaat doen. En als je inderdaad kijkt bijvoorbeeld naar die inhuurderde, je hebt specialisten nodig, dat klopt, dat is zo. Maar als je ziet dat je als gemeente bijvoorbeeld 11 miljoen vorig jaar hebt begroot, maar je geeft 19 miljoen uit, dan gaat er inderdaad wat mis. En zoals meneer Rennenberg zegt, dan moet je inderdaad binnen je eigen organisatie gaan kijken. Kunnen we daar opvangen? Want zoiets mag niet zo ontzettend uit de klauwen lopen. Het is al lang bekend dat er diverse zaken naar de gemeente komen. We hebben capabele ambtenaren zat, men had al een groep ambtenaren al moeten voorbereiden op hetgeen wat nu komt. En daar is men nu eigenlijk mee bezig. Dus ja, we zijn daarin eigenlijk te laat. En ik vind gewoon, om zo'n druk te leggen op je eigen apparaat, dat zeg maar mensen onderhand aan zijn hart krijgen, of mensen al langdurig ziek zijn, of zenuwachtig worden, of helemaal afbranden tot aan de grond, dat ze niet meer terugkomen, dan vind ik een slecht personeelsbeleid. Het belangrijkste is dat, en daar ben ik het van harte met u eens, dat het vooral gaat zo van om wat je specifiek wel of niet moet doen. Aan de ene kant zie je dat er heel veel dingen juist bij ons op het bordje gelegd worden. En in het verlengde daarvan wil ik nog eenmaal zeggen dat wij ook, natuurlijk ook minder mensen nodig hebben op het moment dat je wijken in staat stelt zelf hun beslissingen te nemen. U heeft tot nu toe gewoon verteld waar er niet bezuinigd kan worden. En u gaf aan dat er wel bezuinigd moest worden op het ambtenarenapparaat. Dus waar kan het specifiek dan wel? Dat heb ik al gezegd, in je personeel. Wij weten allemaal, en dat val ik in een paar jaar terug, dat er op Strijp S een oud-ambtenaar werd ingehuurd die twee keer zoveel verdiende als je bij de gemeente op de loonlijst stond. U weet dat dit college daar juist een einde aan heeft. Ja, nee, dankzij het ouderappel, want daar hebben wij zo tegen geprotesteerd. We hebben toen alle rekeningen opgevraagd. We hebben een rode draad getrokken tussen degenen die in dat zeg maar inhuurcircuit zaten. Nou, daar verschiet je van, hoor. CDA, moet het gehaald worden bij de inhuur of ook bij de ambtenaren die fulltime bij de gemeente in dienst zijn? Nou, inhuur, zoals ik al zei, we hebben 11 miljoen begroting, geeft 19 uit, dat kan niet. Dan moet je gewoon bijvoorbeeld een maximum stellen aan wat je per jaar wil uitgeven. Nu is het 15% van de personeelskosten. Wij zeggen bijvoorbeeld maak er 10% van. Je mag best ambitieus zijn, want bijvoorbeeld ook de opgave die de gemeente zich heeft gesteld voor min 400 FTE op het eigen apparaat te bezuinigen. Dat moet 12,5 miljoen opleveren. Nou, als wij de hele loonsom van de gemeente gaan delen door het aantal werknemers, dan komen wij uit op dat 1 FTE 65.000 zou zijn. Dat betekent dat je 15 tot 20 miljoen kan bezuinigen. Dus wij zeggen, je mag ook wel iets strenger voor jezelf zijn. Je mag de lat ook best hoog leggen. Het ouderappel en CDA, twee oppositiepartijen, vinden dus als er bezuinigd nog verder moet worden op het ambtenarenapparaat, die inhuur, dat is een post waar bezuinigd kan worden. Vindt coalitiepartij D66 dat dan uiteindelijk ook? Nee, je moet bezuinigen op de plek waar het kan. En dat betekent niet dat je per se het op de inhuur moet doen. Waar vindt D66, als het dan bezuinigd moet worden, waar het eerst aan gedacht moet worden? Heel concreet. Waar ik vooral voor pleit is dat je kijkt of je de dingen op een andere manier kunt organiseren. En daarom pleit ik heel erg voor intensieve samenwerking tussen ons en andere organisaties. Hè, dat je gewoon het vooral met elkaar kunt delen. Je ziet de coöperatievorm bijvoorbeeld op de zorg omkomen. En dat zorgt ervoor dat je het beste maakt van wat je zelf kunt. Maar eigenlijk met een minimale inzet van middelen omdat de ander met je meedoet. En het andere is om vooral in onze stad, en niet vanwege de bezuiniging, maar omdat het meest effectief is om het op het niveau te regelen waar het thuis is. Dus ik pleit echt heel hard dat wij op wijkniveau de burgers in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te nemen van wat zij vinden dat in hun omgeving moet gebeuren, door daar zelf de budgetten voor toe te kennen. Zover alweer 040 kiest. De komende maand volgen we de verkiezingscampagne in Eindhoven voor u op de voet. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe debatreeks. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.